Welkom bij deze instructievideo voor de Takeuchi TB320. In deze video leggen we uit hoe u de machine bedient. Maar eerst enkele veiligheidstips. Op een bouwplaats of werkterrein kan herrie voorkomen. Zorg daarom altijd voor gehoorbescherming in de vorm van oorkappen of oordoppen. Draag bovendien te alle tijden werkschoenen met stalen neuzen. Controleer voordat u in de machine stapt of er geen voorwerpen achter, voor of onder de machine liggen, die schade kunnen veroorzaken bij het wegrijden. Check ook op olielekkages en of de spie van de snelwissel goed vergrendeld is in het systeem. Zo voorkomt u ongelukken tijdens uw werkzaamheden. Dagelijks onderhoud is belangrijk om uw machine in topconditie te houden. In dit compartiment vindt u de vetspuit. Deze gebruikt u om alle draaipunten van de giek te smeren. De vetnippels zijn makkelijk te vinden dankzij de gele markering. Controleer dagelijks het niveau van de hydrauliekolie. Strek voordat u dit doet eerst de giek. Het rode bolletje moet tussen de twee rode strepen staan. Check bovendien iedere dag of er voldoende koelvloeistof en motorolie in de machine zit. Een tekort aan deze vloeistoffen kan schade veroorzaken aan de motor. Brandstof toevoegen aan deze machine doet u hier. Voorkom uitglijden. Houd bij het instappen de graafmachine dus altijd op drie contactpunten vast. Draag tijdens het bedienen van de machine altijd de veiligheidsgordel. Zorg er bij het starten voor dat de veiligheidshendel omhoog staat. Laat de motor voor gebruik eerst even voorgloeien. Draai hiervoor de sleutel linksom. Wacht enkele seconden en start daarna de machine door de sleutel rechtsom te draaien. Voordat u de graafmachine kunt gaan bedienen, moet u eerst de veiligheidshendel naar beneden klappen. Gebruik de hendel rechts in de cabine voor het bedienen van het dozerblad. Zorg ervoor dat het dozerblad omhoog staat voordat u gaat rijden. Dit om schade te voorkomen aan de machine en het wegdek. Om de machine te verplaatsen gebruikt u de bedieningshendels. Druk de hendels gelijkmatig naar voren om vooruit te rijden. Druk de hendels gelijkmatig naar achter om achteruit te gaan. Door de ene hendel iets verder naar voor of achter te duwen dan de andere kunt u naar links of rechts sturen. Om de machine op de plaats te draaien bedient u de ene hendel naar voor en de andere naar achter. De machine heeft twee rijsnelheden. Om sneller of langzamer te rijden drukt u op de schakelaar aan de achterzijde van de rechter bedieningshendel. Met de linker joystick kunt u de bovenwagen naar links en rechts bewegen. Door dezelfde joystick naar voor en achter te bewegen bedient u de lepelsteel. Met de rechter joystick bedient u de bak en de giek. Beweeg de joystick naar links en rechts en de bak zal in en uitgaan. Om de giek op en neer te laten bewegen duwt u de joystick naar voor of achter. Wilt u de giek laten zwenken? Gebruik dan het voetpedaal aan de rechterzijde van de cabine. Deze machine heeft een uitschuifbare onderwagen voor optimale stabiliteit. Om de rupsen uit te schuiven drukt u eerst de machine op met de bak en het dozerblad. Druk vervolgens de hendel rechts onderin de cabine in met uw hak en blijf deze ingedrukt houden. Nu kunt u met de hendel van het dozerblad de rupsen uit of weer inschuiven. Om van bak te wisselen doet u het volgende. Druk met de hak van uw rechtervoet op de ronde knop op de vloer van de cabine. En druk tegelijkertijd op de schakelaar aan de achterzijde van de linker joystick. De spie van de snelwissel zal nu opengaan. Nu kunt u de bak loskoppelen van de lepelsteel en een andere bak aankoppelen. De snelwissel sluit automatisch als u de schakelaar en knop weer loslaat. Na uw werkzaamheden drukt u het dozerblad en de bak tegen de grond. Zo zorgt u ervoor dat de machine stabiel geparkeerd blijft staan. Zet hierna de motor uit door de sleutel uit het contact te halen en stap vervolgens op een veilige manier uit.
Tot zover de instructievideo voor de Takeuchi TB320. Voor een meer uitgebreide instructie verwijzen we u door naar de instructiehandleiding van de machine. Vond u deze video nuttig? Vergeet dan niet te liken. En als u meer van dit soort video's wilt zien, abonneer dan op ons YouTube-kanaal. We wensen u veel werkplezier.